ze. Hey, is er al? Van het dak! Helemaal van op! Naar beneden! De cent! En nu? Waar is de cent? Hij ligt op mij! Oei, ik heb mijn brief nog niet geschreven. Hallo, verpleging? Hallo? Ja, ik heb dringend versterking nodig. De Sint is zo net in het ziekenhuis gearriveerd en ik heb nu hulp nodig, oké? Okay? Ja. Oh, de echte Sint, ja, kom aan! Op de hoogte brengen. Ja, ja. De cent, hoe is het met de cent? De cent is zwaar gevallen en heeft nu veel rust nodig. Dus probeer het wel kalm te doen als je bent. Oké. Goed. Sinterklaas. Zeg, liefste Sint, ik heb eigenlijk dit jaar mijn brief nog niet opgestuurd. Zou ik die anders nu mogen overhandigen? Ja. Ja. Alsjeblieft. Wat denk je? Dat zit er iets bij voor mij dit jaar? Dat komt in orde. Ah, super. Sinterklaas. Kom maar dicht hoor. Ja, Sinterklaas heeft gevallen, dat weten jullie best wel. Hij heeft toch een lichte hersenschudding. En pas op, pas op. Zijn vinger is natuurlijk gebroken, hè. Daar moet je mee opletten. We hebben een gips geplaatst. Hij heeft nog veel rust nodig, maar voor een oude man geneest hij best wel snel. Ik denk dat jullie moeten nog overal rond, dat dat misschien wel mogelijk is. Dank jullie. 3 december, ja, dat is nog een paar weken. Dat is nog mogelijk, dat denk ik wel, ja. Lukt dat nog? Ik kan natuurlijk niets beloven, hè, maar misschien wel. Oh, lukken. Ja. Nee, een paar weken nog. Oh, ik ben blij dat alles in orde komt, maar een paar weken, dat is echt veel te laat. Ja. Weet jullie wat, beste Pieten? Iedereen in het ziekenhuis ziet Sinterklaas zo graag. Ik en mijn mede-collega's als verpleegkundigen zouden graag ook ons pakjes hebben. We zullen ons extra best doen. Misschien zal het binnen enkele dagen wel lukken. Denk je? Ja, misschien wel. Oh, yeah.